de momento apropiado. He say of the yesterday. Cristo Jesús se presenta para nós. Como Jesus Christus for us. Trazendo salvação. He brought redding. Net ora morto estava para vir para nós. Toen de dood naar ons toe kwam. Quem é que tem importante? Quem é belangrijk hier? Um belaga, você é importante para Deus. Je bent belangrijk voor God. Bota sana te quero. Jullie geloven niet. Bota importante para Deus. Je bent belangrijk voor God. Começa a querer. Beginnen te geloven. Mas se você não querer, bota comportável mesmo, de tal maneira, maneira bota querer. Want als je niet gelooft, dan ga je jezelf Maar als je moet keren, komt het importante. Maar als ik denk dat ik belangrijk ben. Ora met je afspraak. Als ik een afspraak heb. Welke afspraak? Welke afspraak dan ook? Se me mensen tem 10 uur. Als je 10 uur moet zijn. Me tarde 10 meteen aan. Half 10 ben je daar. Stop die je laat. Stop om te laat te zijn. Antoro bota na terbou. En als je op je werk bent, ga niet in de toilet om een break te nemen om een Bijbel te lezen. God heeft tot me gesproken. En Dios op papier nada otro como con la mano. Él mandaba respetar todo el trabajo. Je moet je Kom je op papier kuba mandaba bij lezen Bijbel. Spreken terwijl je zegt dat je de Bijbel moet gaan lezen. Wat hortando sendi bodo in trabajo. Je steelt geld van de Dat pagaal voor betrouwen te lezen Bijbel. Hij betaalt je lees om te Bijbel werken op je en kaas. Dan lees je Apple de Bijbel. Bijbel. Ga uit je app en dan lees je de Bijbel. Alianza. Verbond. Pero tiende, turta parte de mensaje. Dat is allemaal deel van de boodschap. Want we moeten de oude gedachten denken veranderen. ¿Quién puede leer para mí? ¿Quién tiene? Wie kan het lezen? ¿Quién tiene? Un Corintios 1:10. De nombre de nuestro Señor Jesucristo rumanan, me está apelando a vos, para vos estar de acuerdo con otro. No permitir división entre vos, mas sea completamente un de mente de mesmo convicción. Amén. Me voy a repetir. Ik ga het niet herhalen. Me voy a pedir vos. Ik kan je wel vragen. Rumanan. Broeders en zusters, laten we geen scheuringen hier in het huis hebben. Laten we denken hetzelfde. We denken hetzelfde. We spreken hetzelfde. Zonder scheuringen. En van één mening. Zo moet deze gemeente zijn. De eerste verbond. Die was tussen. Ken je ken? Tussen God en Abraham. En Abraham. Die nam prepucio en voorhuid. Amen. Die nam organo seksual. Dios primitie Abraham pahasietata de un nation grande. Ze moesten een besnijdenis doen zodat God hem een vader van een grote natie zou Dios brengen. Dios te marca nam de nam kurpa. God wou ze in hun lichaam markeren. Hombo grandi, grote mannen. Un baby di 8 dia. Een baby van 8 maanden. Was je kunne eta grita yora, but in clonchi suku den su boca. Als hij huilt, dan geef je een klontje suiker, dan is het klaar. Pero hombo grandi, tamas mimo baby. Grote mannen die zijn nog Wo bas interesa ki suku den boca. En te ayuda. Dat helpt niet. Pero hombo dan turmes te recorta dan prepucio. Maar ze moesten alles allemaal een besnijdenis krijgen. Como un símbolo. Als een symbool. Di nan alianza cu Dios. Van hun verbond met God. No cu gente. Niet met mensen. Cu Dios. Maar met God. Dios a pidi Abraham hasi algun cos. God heeft Abraham gevraagd bepaalde dingen te doen. A cambio Dios lo soro special pa Abraham. Tegenover dat zal God speciaal voor Abraham zorgen. Abraham, si vos haces aquí pa mí. Abraham, als je dit voor me doet. A mí lo haces aquí pa vos. Dan zal ik dit voor je doen. Bande na bocas. Ga je van je huis weg. Botata. Van je vaders Bando huis. Na botera. Van je land. A mí lo sibu. Ik zal je maken. A mí lo multiplicabu. Ik ga vermenigvuldigen. A mí lo bendicionabu. Ik ga je zegenen. Turku bendicionabu lo ta bendicionar. Allemaal die je zegenen zullen gezegend worden. Turku maldicionabu lo ta maldicionar. Iedereen die je vervloekt zal vervloekt worden. Die unkos pret semper. Er is altijd iets Dios moois van. God laat je zo weinig doen. Anto eta asi asina hopi pabu. En hij doet zoveel voor jou. Wanda je koi bonita? Is dat niet mooi? Eta pidibu jis duna bo kura song nami. Hij vraagt, geef je hart aan mij. Ah, mita bendishona
abo. Ik ga je zegenen. Ela pedi Abraham, diz abandonar botata, bocas, botado. Hij zei Abraham, doe dit, doe dat. Três coisas ele disse. Drie dingen heeft hij gezegd. Maar eta bendicioneku, masha opikos. Maar hij zegenen hem met veel dingen. Bij de Genesis capítulo 17. We gaan in Genesis 17. Hoofdstuk 17 vers 1. Amen. Agora, tempo que Abraham estava de 99 anos, o Senhor apareceu na Abraham e disse, mita Deus Todo-Poderoso, cana-me dilante e seja perfeito. O que ele disse? Cana-me dilante e seja que me rende aangezicht en wees onberispelijk. Rende porta perfeito. Mensen kunnen perfect zijn. Renter-me vida. Heel mijn leven. Mas sim, é que nós não porta perfecto. Heb ik geleerd dat we niet perfect kunnen zijn. Nunca nos no porta perfecto. We kunnen nooit perfect zijn. Dat Dios es perfecto. Alleen maar God is perfect. Nos no puede llegar a perfección. We kunnen niet tot die perfectie komen. Ao con nos pobis, ori Dios te vive en nos. Hoe kunnen we dan zeggen God woont in ons? En Dios perfecto te vive en mi corazón, toch? De perfecte God die woont in jouw hart. 1 Corintio 6. 1 Corintios 6. Nos cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Onze lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Hij woont in ons. Nos no supposed to estar perfecto. We moeten toch niet perfect kunnen zijn. Abu Bisami. U zegt het mij. Abu Bisami. Vertelt u mij dat. Atita bisa Abraham aquí. Hier zegt hij tot Abraham. Gana midilanti perfecto. Wandel voor mijn aangezicht en wees onberispelijk. Gana perfecto midilanti. Wees perfect voor si mij. Sino Dios te oneerlijk. Anders is God oneerlijk. Roman Tyron, pas het op je sabbatsunko. Broeder Tyron, want hij zegt dat je niet kan doen. De oneerlijk toch? Dan is het toch oneerlijk. Pero wat zei hij op je sabo? Weet u waarom hij je dat zegt? Want als hij in jou is. Bijbel te bisami, mijn Bijbel zegt tegen the mij. Step of a righteous man, de stappen van een rechtvaardige. Are ordered by the Lord. Die zijn geordend door de Heer. Hende hustu, dus de rechtvaardige. Su paso nang, zijn voetstappen. Ta wordu stabilise door de king. Die worden bevestigd door wie? Kime on tami takana, ik wandel niet. Ta Dios takana, ding maar mi, God wandelt in mij. Te takiyami, hij leidt mij. Ta pesibo, ta mirami, daarom zie je mij. Ta bisa ang, di kwenta atin deku talende. Dan zeg je, waarom gaat hij niet met die persoon om? Waarom zit hij niet onder de boom heen? Waarom spreekt hij niet op die manier? Want mijn stappen zijn bevestigd door God. En weet je wat hij zei in Psalm 1? Hij zegt, pas op met wie je zit. En weet je wat hij zei in Psalm 1? Kijk met wie je staat. Ante dico mi wabongo kembo takana. En hij zei, pas op met wie je wandelt. Kemi bokana ku kenkuta. Dus ik kan niet met iedereen wandelen. Mi popara ku kenkuta. Ik kan niet met iedereen staan. Mi popapia ku kenkuta. Ik kan niet tot iedereen spreken. Mi posita ribe stoel di bofona donang. Ik kan niet op de goddeloze mensen de stoel zitten. Wat comprendemi? Begrijpt u mij? Pese kamina nanku batata mirami antes. Daarom die plekken waar je me vroeger zag. Dinge ben ben nanku batata mirami antes. En die feesten die je me vroeger zag. Antes mitata si redu. Vroeger ging ik roddelen. Mama stoppen hoor. Maar daarmee ben ik gestopt. Dios te ordenen, mi paso nang. Die bevestigt mijn stappen. Wat comprende? Begrijp je dit? Wat comprende? Begrijpt u dit? Pero en ordenen we paso si bolo te permitir. Je kan je voetstappen niet bevestigen als je dat niet toelaat. Pese la bisa, zie ik sta aan de deur. Se la bisa, mi te para na porta, to mi te bati. Mi te bati, ta si bo abri, mi te drenta. Als je open doet, dan kom ik binnen. Pero nos pota sintada en misa, to Dios te para pa foto. En we kunnen niet in de gemeente zijn en God is daar buiten. Nos te sintaki ding. We zitten hier binnen. Maar Dios te bati pa fo pe drenta. Maar God klopt daar buiten om binnen te komen. Awe la ga Dios drenta. Vandaag laat God binnenkomen. Nos te canta drenta de mi casa. We zeggen, kom in ons huis. Kom in ons leven. Cambia tu mi estructura. Verander al mijn sana, no, no, no. Cambia mi estructura. Wara, wara. Verander mijn structuur. Cambia mi estructura. Verander mijn structuur niet. Sana tur mi herida, si. Sana tur mi herida na. Al mijn pijnen. Dat zingen we nog steeds. Zo zingen we dat lied.
Pastor, nós queremos um pedaço de Cristo. Want we willen een stukje van Christus. Maar outro pedaço nós um quê? Maar die andere gedeelte willen we niet. Abraham estava aqui tour. Abraham wou alles. Pensei, vai lá, tukos. Daarom heeft hij alles achtergelaten. Dat zien we meenta. En de, zo nos op deze ochtend moeten we beslissen. Vai lá, turkos. Om alles achter te laten. Korte kwam in staat naar Malu. Breek met verkeerde korte kwam pornografie. Breek met pornografie. Korte kwam payasada. Breek met gekke dingen. Korte kwam nee. Breek ermee. Si bo computer ti babo din pornografie. Als je computer je naar pornografie brengt. Jamu Martin. Geef me een hamer. Kibrele. Breek dat. Bijbel dit aan mijn ogen. De Bijbel zegt, beter ga je naar de hemel zonder een oog, zonder een hand. Dat je daar met een hand en een oog in de hel komt. Maar als je je oog wil uittrekken, breek met die computer. Kaba ke payasada na ki de bobida. Stop met gekke dingen in je leven. Sali fai bo país. Ga uit uw land. Laat uw oude cultuur achter. Zet gekke dingen aan de kant. Amen. Als u wilde God u zegen. Je moet doen wat God vraagt. Een verbond. Een verbond, Marivi. Ik doe dit voor jou. U doet dit voor mij. Bangwak. Laten we zien. Kiko Dios ta hasi pa abo. Wat doet God abo voor jou? Pa Dios. En wat moet jij voor God doen? Uno. Eén. Eta bisal lo mi multiplicavo. Ik zal vermenigvuldigen. Masha hopi mes. Heel veel. Turlo qual diski bi akinana? Alles wat daar geschreven staat. Dasaka foi Genesis 7. Die zijn uit Genesis 7 uitgehaald. Versículo 2 ta bisa y lo mi establece mi alianza entre ami cubo y lo mi multiplicavo masha hopi mes. Amen. Versículo 3 ta bisa anto Abraham atira su kurpa bou ku su cara tera suela y Dios a papia cuné. Amen. Abraham humilla su mes delante de Dios. Ela adora a Dios. Anto hey, Dios God admira a trobe e actitud correcto ante la papia cuné. En God zag de juiste houding en God heeft... Perdoname. Amen. Abraham humilla su mes. Hij heeft zich verootmoedig. Orobotira bo kurpa bou. Als je jezelf op de grond laat liggen. Wat abisa señor minta nada. Dan zeg je, Heer, ik ben niks. Abota turkos. U bent alles. Daarom wanneer we aanbidden, dan leg ik mezelf op de grond. Señor, minta nada. Heere, ik ben niks. Abota turkos. U bent alles. Als je je lichaam op de grond ligt, dan kan je niks anders dan aanbidden. Daarom zegt de Bijbel, hij gooit zijn lichaam op de grond. Hij verootmoedigde en hij aanbidde God. En God sprak verder met hem. Dios po kumisa papia kubo. God kan met jou beginnen te spreken. Quizás Dios kumisa papia kubo. Misschien is God begonnen met jou te spreken. Pero si no tome el houding correcto, maar als je niet de goede houding neemt, que no te besigue papia kubo. Dan gaat hij niet verder met jou in gesprek. Volve bisavo. Quizás Dios kumisa papia kubo. Misschien God is met je mee begonnen te spreken. Papia kubo Abraham. Zoals hij met Abraham deed. Ora ela tome houding correcto, toen hij de juiste houding nam, Bijbel te bisa Dios sigue papia kune. Zei de Bijbel, God sprak verder met hem. Bisa mascos. En hij sprak nog meer dingen. Je kunt het thuis lezen. Je zal vader zijn van een grote natie. Je zal niet Abraham meer genoemd worden, maar Abraham. Ik zal je vruchtbaar maken. Ik zal naties uit jou bouwen. Kinderen van wie zijn wij? En als mijn vader rijk is, impossible, het is onmogelijk dat ik armzalig ben. Jullie kennen ons daar? Kinderen van wie zijn wij? Pasod in Juan 8:44. Want in Johannes 8:44. Dat ja, maar cierto in de Judi Satanas. Dan noemt hij bepaalde mensen de zonen van Satan. Maar kinderen van wie zijn wij? Anteri, ik was naar die te konta pa nos, bisa ik was die te konta pa ami. Deze dingen tellen voor mij. Ik ontvang het. Lobota masha fructifero mes. Ik zal vruchtbaar zijn. Lomitra hanashonan fordibo. Ik zal nazis van jou
uit jou laten uitkomen. Pero pasa que mientras yo también. Maar weet je wat ik met jou ga doen? Cambia bo number. Ik verander je naam. Mita cambia bo number. Ik verander je naam. Wat akorda king Abraham su tata tabata? Weet je de naam van de vader van Abraham? Etata nang etata nang voorouders die afgoden dienen. Dios me stira cambia su number también. God moest de naam ook veranderen. Ora Dios staat in de cubo. Als God met je bezig is, verander hij jouw naam. Eta cambia bo number. Hij verandert jouw naam. Also in number. Want de naam. Ta king abota. Is wie u bent. Wat comprende? Begrijpt u dit? Pese Saulo. Dus daarom Saulus. Pablo. Is Paulus geworden. Wat staat comprende? Begrijpen jullie dit? Ora voy encuentro con Dios. Als je een ontmoeting krijgt met God, number. Hij verandert je naam. Reinang lo sali for dibo. Koningen zullen uit jou komen. Is die reinang lo sali for dibo? Als koningen uit jou zullen komen. Dan ifika ku abota royalty. Dat betekent dat jij koninklijk bent. Mari para ku bosia bo no comprende of no ta quiere. Ik denk dat je niet hebt begrepen of je gelooft het niet. Sirenang ta sali for bo. Als koningen uit jou zullen komen. Nami bisena papiamento pampuno sa pari kalbas. Amen. Als koningen uit je komen, dat wat je produceert. Van welke soort bent u? Generation Skohi, sacerdocio royal, una nation santo. Een heilige natie. Jullie geloven niet in dat. Ami, orma lese koki, ami, dat wat ik lees, yes! Dan was ik zo, yes. Dit heeft mij gezegend. Lo establece mi alianza cubo y generaciones después digo como una alianza eterno. Amen. Que me miunan. Dus mijn kinderen. Shantay. Shantay. Janine. Chesron. Jada. Jada. Joella. Joella. Es un gusto mío, no. You must be. You must be. Tour. Allemaal. Tour lo sirve Dios. Tour mi generación lo está bendicionando. Paso alianza lo está con mi yuna, su yuna, su yuna. Visa amén. Amén. Mi yuna lo no va a perder. Mi kinderen zullen niet. Mi yuna lo está salva. Ze zullen gered zijn. Mi yuna lo está salva. Ze zullen gered zijn. A mí y mi casa. Ik en mijn huis. Lo sirve Señor. Zullen de Heere dienen. Hasta de país pagano aquí. Zelf in deze goddeloze land. Miuna lo no está pagano. Mijn kinderen zullen geen heidenen zijn. Lo mi duna nang etera. Bisa amen. Ik zal ze het land lo mi tanan Dios. Bisa amen. Ik zal hun God zijn. Antonami bisabu. Sara tambe hay palabra. Sara kreeg ook een woord. Den versículo 5. In vers 15. Patures nanku no po comprende. Voor degenen die niet kunnen begrijpen. Dios ayama Chesron. God heeft Chesron geroepen. Dios llama nos junto. God heeft ons samen geroepen. Dios llama nos separa. Hij heeft ons niet apart Abraham geroepen. Abraham gaat vooruit. En Sarah dat roemen in kas. En Sarah's ligt wat in Dios huis. Kijk wat God hier zei. Versículo 5. Vers 15. Después. Later. Dios avisa Abraham. Zei God tegen Abraham. Pa lo que ta bo esposa Sarai. Lo bo no llame Sarai. Maar Sarah, lota ja, su nombre. Je zal niet Sarah meer la noemen, maar Sarah. Abraham. Hij heeft Abraham veranderd. Su casa también la cambia. En zijn echtgenote ook. Y lo mi bendicioné. En ik zal haar zegenen. Bisebo casaban di bo, e hombre bisebo casabo ta bendiciona. Paso Dios a papi promeco quien. E hombre te cabeza di cas. De man is de hoofd van het huis. A vos es un man di monta boca sa, monti na di bise. Als degene naast je zit niet jouw man is, je hebt niks te zeggen. Si toch? Amen. Lo mi bendicione. Ik zal haar zegenen. I di verdad, lo mi donabo un you hombre pa medio di je. En ik zal u een zoon geven door haar. Ore lo mi bendicione. Dan zal ik haar zegenen. Y ella ta un mama di nacionan. Zij zal een moeder van naties zijn. Reinan di pueblo nan lo sali for di je. Koningen zullen uit haar komen. E ora Abraham tira su curpa bau cu su cara tena suela y ahari. Pero no estoy lese pidio aquí. Amen. Die gaan we niet lezen. Pero Abraham abuela tira su curpa bau. Maar Abraham legt ze lichaam bij neer. Pero bia que ta ahari. Pues que me amita sin abio. En nu lachte hij. Komi po en yuyu. Ik ben zo oud, hoe kan ik nou een kind krijgen? Pasigi. We gaan verder. No estoy bij Sarah.
En we gaan afsluiten, de laatste stuk. Alianza. Verbond. Ahora no estoy papio. Baba, ¿cuánto con Dios te ve así pa' e? Je hebt gezien hoeveel God voor hem gaat doen. Baba, ¿cuánto con Dios que así pa' abo? Je hebt gezien hoeveel dingen God voor jou wil doen. Baba, ¿qué con Dios te pide de nos? En kijk wat God van ons vraagt. Esta visa. Hij zegt. Cana mi dilanti sea perfecto. Wandel voor mij en wees perfect. Pero te mesta pa' ayudabo, cana. Maar hij helpt jezelf om te wandelen. Esta visa guarda Dios su alianza abo y tu generación después divo. Hij zegt, bewaar Gods verbond, jij en je generatie. Fácil? Makkelijk. Muy fácil. Heel makkelijk. Tur homber, meste circuncida. Elke man moet besnijdenis doen. Kim je een homber dan? Mannen. Traspraak op zijn dokter. Van de Romeinen 2. We gaan in Romeinen 2. Van de Romeinen 2. Van de Romeinen 2, bij homber dan, nu bij als je nada robes. Romano 2. Romeinen 2. Versículo 28. Vers 28. Pas sobra nota es un cuta judío di pafo, bisa di pafo? Van buitenaf. Ta judío. Ni circuncisión, dus besnijdenis, nota lo que ta wordo hasi di pafo na e carne. Versículo 29. Ma judío ta esnan cuta judío di padén. Y circuncisión ta esnun di corazón. Según espíritu, no según el letter. Un gente asina su elogio, no también de gente, sino de Dios. Hombre, dan? Mannen. No te meste bij traspraak con uroloog. Traspraak te maken met de uroloog. No te meste más. Het hoeft niet meer. Traspraak con Espíritu Santo. Maak een afspraak met de Heilige Geest. Paso circuncisión. Want besnijdenis. Nota di pafo. Is niet van buitenaf. Esta di bo corazón, di padén. Het is van je hart, van binnen. Esta espiritual. Het is geestelijk. Laga Dios asiele. Laat God het toe om te doen. Circuncisión. Besnijdenis. Ta quita e parte nan accesivo. Die haalt veel dingen weg. E parte nan dimas. De overvloedige dingen. Quita nan. Haal ze weg. Rumang muhenan tambe. No estaba de este pacto último. We hadden de laatste verbond nodig. Abraham, Moisés, Noah. Abraham, Moses, Noah. David. David. No estaba de este de Jesús. We hadden Jezus nodig. Dios avisa mi que está bon cuende. God zei ik wil goed zijn met de mens. Manda mi mens bij derecha cos cuende. Ik stuur mezelf om het goed te maken. 1 Corintios 5, 17. 1 Corintios 5, 17. Esta duna nos un vida nuevo. Hij geeft ons een nieuw leven. Pero así que avisa de 18, 19. Maar hij zegt in 18, 19. Esta duna nos espíritu para nos reconciliar gente con Dios. Hij geeft ons de geest om met God in reine te komen. Dios que para nos también. God wil dat wij ook. Bij derecha gente su relación con Dios. Mensen zijn relatie met God veranderen. Ese está Dios su plan. Dat is God zijn plan. Ese está Dios su deseo. Dat is zijn verlangen. Te acuerdas, mami, sabe, nos tuvimos back en el comisamiento. Ik zei toch dat ik naar het begin zou mami, komen. Acordame. Herinner mij. Tienes que vi. Er staat geschreven. Abraham. A recibir evangelio. Heeft het evangelie ontvangen. Ora Abraham. Toen Abraham. Abaipa. Sacrificatie u. Toen hij zijn zoon ging offeren. Según mi historia, dus in Genesis 22. Volgens mij in Genesis 22. Era mira. Hij zag. Un ram. Een ram. Un lamchi. Amen, een ram. Pega den e bushinang. Die in een struik gewassen lag. Era mirele. Hij zag het. Kent de lamchi di Dios. Wat is, wie is de lam van God? Christus. Jezus Christus. Para mí clarifica algo, no? Abraham, nota Dios manda Abraham mata su hijo. God heeft Abraham niet gestuurd om zijn zoon te vermoorden. Dios mesta donaba yo di promesa después bisabo hinke mate. Denk je dat God een kind gaat geven van belofte en dan zegt hij dat je hem moet gaan vermoorden? Dios te que dice wa Abraham su corazón. God wou zijn hart zien. Abraham te dije. Abraham was van hem. Abraham, no otro Dios. Abraham had geen ander God. Ni su yo no ta su Dios. Zelfs zijn zoon ni was su niet zijn God. Ta su Dios. Of zijn vrouw was niet God. Pero Dios ta su Dios. God was zijn God. Anto pensé, en el momento apropiado, en daarom op de juiste moment Christus, se presenta. Jezus Christus kwam.
Hij zei op de juiste tijd. Christus se presenta pa nos. Kwam Jezus Christus voor ons. Trazendo salvação. Hij bracht redding. Net ora morto tapa tapa vinha riba nos. Toen de dood naar ons toe kwam. Net ora cuchillo guardo y sapa vinha riba nos. Toen de mes naar ons toe kwam. Christus se binde nos vida. Jezus Christus is ons leven gekomen om ons te redden. Assine el lamci. Zo de lam. A presentar net nel momento apropriado. Die kwam op de juiste tijd. Para trazer salvação. Om redding te brengen. Isaac. Voor Isaac. Abraham. En Abraham. Assine. En zo. Abraham también recibió evangelio. Heeft Abraham ook het evangelie door ontvangen. Door het lam die daar was. Voor mata. Die was geslacht. Die werd geofferd. Christus wordt mata. Zoals Jezus Christus. Die is geofferd. Panos po biba. Zodat wij kunnen leven. Assine lam che wordt mata. Zo is de lam gedood. Pa Isaac po biba. Zodat Isaac kon leven.